Alexander van Petten is de nieuwe directeur van de Surinaamse Bank. Hij is gekozen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 28 november. Tijdens de vergadering zijn er ook de jaarrekeningen uitgebracht vanaf het boekjaar 2017. De jaarrekeningen worden gebaseerd op de IFRS-standaarden, wat erin heeft geresulteerd dat er in 2018 en 2019 verlies is geleden. In 2019 bedroeg het verlies 38 miljoen SRD. Tijdens de periode 2020 tot en met 2022 is de bank aanzienlijk verbeterd. De centrale bank heeft de benoeming van Van Petten afgekeurd. Het onderdirectoraat Jeugdcentra van AWJ heeft afgelopen woensdag van gedachten gewisseld met de Nationale Vereniging van Welzijnsorganisaties en het platform van buurtorganisaties. Daarbij is er gepraat over de risico's waar onze jeugdigen mee geconfronteerd worden en welke programma's het best aansluiten op de behoeften van onze jeugdigen. Het concept van gemeenschapsontwikkeling wordt hierbij gekenmerkt als de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan de landelijke aanpak van dit werk. De recentelijk door president Chandrika Prasad Santokhi ingestelde Mofina-beweging heeft zich georiënteerd bij Huizen Asiana. Tijdens het bezoek gisteren heeft de organisatie onder leiding van voorzitter Franklin Todi een rondleiding gehad van Asiana-directeur Brenda van Daal. Todi zegt dat de geconstateerde situatie, zeker de leefomstandigheden van de seniorenburgers, zorgen baart. Todi spreekt van kapotte bedden, stoelen, ijskasten en wasmachines, terwijl de deuren van de diepvries ook niet meer voldoen. Daarnaast heeft de koeling het op bepaalde plekken laten afweten. Er is afgesproken hoe deze noden verholpen kunnen worden.